Maandagmorgen. Ja, ik heb nog wel een sjaal op. Weer is een stuk aangenamer. Maar kijk joh, bijna de hele parkeerplaats is weer parkeerplaats. Bijna alle bootjes liggen in het water. Dus ja, het seizoen begint weer. Heerlijk, leuk. Maandag, we gaan wat leuks doen. Ik ga naar Lelystad. Held. En dat op je verjaardag. Jongen, jongen, ze mee berabelen, hè? Zeg ook al tegen mij, dat is het kan. Oh, wacht, hij ging niet om. Kijk dan, Steve, we hebben even die linkerplaat gedaan, die ligt op straat. Dat blinkje tegemoet, is gewoon echt helemaal lekker. Oké, als de radio, kijk dan. Ja! Hij begint dicht te worden en daar ook een heel mooi stukje even ertussen. Uit zijn fotza. Ja, en hier om de hoek ook. Kijk, ja, wat een afwerking. Oh, ik word er helemaal warm van. Oh, en dan zijn we weer bij het begin. Het weer. Wanneer doen we het weer? Tja. Voor degenen die live hebben gekeken. Dit was woensdagmorgen het uitzicht. Jemig, wat gaaf. Ja, ik vind, word hier helemaal stil van. Ik vind het super. Of wordt weer zwemmen. Heerlijk. Goedemorgen, daar is hij weer. Ja. We zijn onderweg naar Lelystad. Gisteren een heerlijk lopen klusje in het atelier. En daarbuiten. Steven was, hij was jarig. Nou ja, dat heb je al meegekregen, denk ik. Rob was er, ik was er. We hebben zoveel gedaan, dat is onvoorstelbaar. Buiten ligt er natuurlijk ontzettend een grote hoeveelheid bomen, takken. Nou, zeg maar gerust een oerwoud. Maar daarvan hebben we een deel gekapt en gesloopt en gedaan. Want het wordt weer netjes, het moet weer opgeruimd worden. Nou, Martijn die was natuurlijk ook al aan het opruimen geweest. Dus dat was. Ja, gewoon een combinatie van. Zelf ben ik ontzettend in de toilet bezig geweest. Want ja, ik wil ook wel een keer die toilet af hebben. Maar ja, als je buiten bezig bent, dan kan je niet binnen bezig zijn. Dus dat is een beetje het verhaal natuurlijk. Goed. We zijn zo hard gegaan. We hebben zoveel gedaan. Dat ik heb zoiets van, oh, dit klinkt gewoon helemaal lekker. Gewoon mooie afwerking alweer gedaan. Dat ik ben eigenlijk al bijna toe aan de verlichting. Dan zal ik hier daar eens even met Adje contact opnemen van wanneer die tijd hebben om even de wc-deur erin te zetten. En dan kunnen we weer een stapje verder. En zo blijf je eigenlijk elke keer gewoon een stukje doorgaan. En ik vind dat leuk, ik vind dat helemaal top. Nou ja, nu ben ik onderweg naar Lelystad en dan gaan we lekker weer lesgeven. Ik ben natuurlijk ook nog bezig met een project voor Meidrecht, voor de autobeurs. Klein beursje, maar wel leuk. Rob is daar ook mee bezig, dus dat is ook heel grappig. Dus ja, dat is allemaal leuk. Nou, eens eventjes gaan even afwachten wat Ronald heeft gedaan. Want ik ben wel heel benieuwd. Die is afgelopen zondag is hij naar de Amerikaanse auto gebeuren geweest. Op Zandvoort. Nou, ik hoef er wel wat foto's voorbij zien komen. Mooie dingen, leuke dingen. Oh, en nog een andere leuke. In augustus hebben we weer in Kreeferad. De Airbrush Show, dus voor degene die iedereen die geïnteresseerd is, kijk even op de website van de Airbrush Academie, of op Facebook van de Airbrush Academie, daar staat het al op aangekondigd. Uiteraard komt het ook nog wel op de
website te staan. Want ik vind dat soort dingen moet je gewoon steunen. Dat is ideaal. Dat is gewoon hartstikke leuk. Nou, laters. Terug geworden, of niet? Jazeker. Ben je er blij mee? Ja hoor. Ja, is wel weer gaaf, hè? Ja. Oké. Okay. Ja, wat zijn we nu doen? Kilometerplaatjes, of nummerbordjes. Nummerbordjes spuiten. Met is je blauwtje, maar daarna wel freehand. Dat is wel leuk, maar je moet het uiteindelijk even wat mooier maken. Dagje werken. Kijk, 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 er komen de barbecue cola aan. Gaan we barbecuen? Mannenvuur. Lekker, lekker, lekker.